Mijn naam is Anja Jongejan. Ik ben directeur en programmamanager van de gebiedscoöperatie Buitenland van Rome. Gebiedscoöperatie zijn allemaal leden die samenwerken om die doelen en maatregelen te realiseren vanuit het streefbeeld. En een van de belangrijkste inrichtingsmaatregelen waar we de opening en de herstart van de werkzaamheden van vieren, zijn de natuurvriendelijke oevers. Ik ben Kari Laarman, ik werk voor de gebiedscoöperatie Buitenland van Roon en ben onder andere projectleider voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. En dan denk je, nou dat is een klein project, maar het gaat over 9 kilometer aan weerszijden van de sloot. Dus in totaal gaat het over 18 kilometer natuurvriendelijke oever. Als je dan denkt aan hoeveel grond moet daarvoor vergraven worden, dan heb je het over ruim 70.000 kubieke meter grond. Nou, het is een integraal project wat ook uitdagingen met zich meebrengt. Het is landbouw en natuur samen. Je moet ook met elkaar samenwerken, want anders kom je hier niet goed uit. En het is ook heel fijn dat agrariërs ook willen meewerken om dit project tot een goed einde te brengen. Ze hebben daarvoor de afgelopen jaren ook rekening gehouden met het inzaaien van hun gewassen. En ik weet zeker, als je hier volgend jaar terugkomt, dan zie je gewoon een hele andere omgeving. Veel natuurlijker, meer bloemen, meer vogels en ook nog goede landbouw. Ik ben Joeke Dijkstra, ik ben archeoloog bij ADC Archeoprojecten. Bij het graven van de natuurvriendelijke oevers zijn molenresten tevoorschijn gekomen. En die hebben wij nader onderzocht en gedocumenteerd. Het zijn molenresten van een stenen poldermolen met een scheprad. Die het water vanuit de polder richting de Maas verplaatste, zodat de polder droog bleef voor de akkers. De combinatie met archeologisch onderzoek en het historisch onderzoek heeft de molen eigenlijk weer een beetje tot leven gebracht. Dit fragmentje dat is afkomstig van een pispot. Dit is ook weer een beetje een klein fragment, maar het is afkomstig van een zogenaamde kachelpan die hij op zijn kachel kon zetten om een potje te koken ook. En vervolgens kon hij dat weer eten vanaf dit mooie bord. Ook werd er thee geschonken op de molen. Dit is nog een deksel, die is wel herkenbaar. Maar hij had dus eigenlijk al het huisraad in de molen zelf.